Wat is een hittegolf nu eigenlijk? Een hittegolf is een periode van 5 aaneengesloten dagen waarvan het minstens 25 graden of meer is. Van deze aangesloten periode moet het op zijn minst 3 dagen 30 graden of meer zijn. Sinds 1901 meet het KNMI hittegolven. Tot nu toe zijn er in station De Bilt 30 hittegolven gemeten sinds de metingen. Ja, we kunnen ook van regionale en lokale hittegolven spreken en deze komen het vaakst voor in het zuiden van het land. In het Waddengebied daarentegen en aan de kust, daar zijn de hittegolven een stuk schaarser. Naast een hittegolf hebben we ook nog de term superhittegolf. Ja, we kunnen van een superhittegolf spreken als het 5 dagen op rij tropisch warm wordt, dus 30 graden of meer. Maar van deze 5 aaneengesloten dagen moet het op zijn minst 3 dagen 35 graden of meer worden. Uitzonderlijk heet dus. We gebruiken deze term om extreme hittegolven te kunnen onderscheiden van normale hittegolven.